Merksem Handbal kregen op deze speeldag Targos Bevo over de vloer. Deze laatste verloren hun vorige wedstrijd tegen de Lions en hadden dus iets recht te zetten. Maar dat kan ook van Merksem gezegd worden, want zij verloren hun eerste drie wedstrijden en mochten nu voor eigen volk proberen van de punten thuis te houden. Het werd een echt spektakelstuk in de rode loop in Merksem, want beide teams geven geen duimbreed toe. Bevo gaat wel het best van start, 1 tegen 3, maar Merksem laat niet begaan en komt op gelijke hoogte de 5 tegen 5. De thuisploeg kan zelfs op voorsprong komen. Na 20 minuten staat het 12 tegen 10 om uiteindelijk te gaan rusten met een 15-14 score. Voor de supporters was het dan wel bang afwachten of dit Merksem dit tempo kon vasthouden. Maar na 10 minuten in de tweede helft staan ze nog steeds op voorsprong, de 22-21. Nog geen 5 minuten later krijgt de thuisploeg echter een 2 minuten aan de broek en ziet Bevo de kans om erop en erover te gaan. We spelen 20 minuten en het staat plots 24 tegen 26. De spanning is nu te snijden, want met nog 40 seconden op de klok staat er nog steeds een 2-puntenkloof op het scorebord. Maar dan scoort Simon van den Berg de 30-31 en is alles nog mogelijk. Merksem krijgt de bal 10 seconden voor het einde van de wedstrijd terug in het bezit. En het is Dennis Thijs die de kroon op het harde werk zet. En zo pakt Merksem onwaarschijnlijk hun eerste punt en geeft het de laatste plaats door aan Corneef. Liep al vrij snel achter de feiten aan. Veel te veel slechte afrondingen en dan breaks daar overheen. Waardoor we natuurlijk makkelijk doelpunten weggeven. Dat duurde een tijd voordat we dat onder controle hadden. De afrondingen beter werden. En ook het initiatief konden pakken. En dan zou je hem eigenlijk moeten uitspelen. Het spelniveau is ook beter aan het worden. We hebben nog te veel balverliezen. Zeker de eerste helft. Waar we dan nog wel fris zitten. De tweede helft hebben we dat veel minder. Ondanks dat we vermoeid zijn. Dus het zou eigenlijk andersom moeten zijn. Maar voor de rest zie ik dingen die we op training oefenen, die komen beginnen eruit te komen en dit is goed voor de toekomst. In de eerste helft lopen we eigenlijk goed uit. Onze verdediging staat goed, onze aanval draait ook goed. En we lopen gewoon uit tot 14-10 denk ik, of ik weet het al niet meer. En dan laten we ze terugkomen, 15-14 aan de rust. En dat is jammer, want dat kost krachten om daar mentaal ook net voor de rust te zijn. Maar ja, zoiets is, dat is gewoon moeilijk om dan zo de rust in te gaan. En dan na de rust komen zij terug. Erop in de rover zelf, denk ik, 2 golen verschil. Ja, en we komen toen nog terug in de laatste 2 of 3 seconden. Maken we de gelijkmaker. Ja, super hè. Ja, dat is echt heel goed. Ben ik heel blij om. Eerst tegen Bocholt, vond ik zaterdag en daarna tegen Hasselt. Dus ik denk dat je daar 2 sterkste ploegen in het weekend hebt. Dus dat wordt weer bikkelen.